De arbeidswetgeving voorziet niet in maatregelen om de sociale en economische impact voor werkgevers en werknemers op te vangen. Dit zegt minister Suharto Mustaja van Arbeid in zijn 1 mei boodschap vandaag. Volgens de bewindsman is de coronacrisis niet langer een wereldwijde gezondheidscrisis. Het is ook een grote arbeidsmarkt en economische crisis die een enorme impact heeft op kleine landen als Suriname. Deze immense crisis heeft namelijk ook effect op de productie van goederen en diensten, evenals de vraag naar consumptie, investeringen en werkgelegenheid. De minister laat verder optekenen dat alle bedrijven, ongeacht hun omvang, voor grote uitdagingen staan. Hij noemt als voorbeeld de luchtvaart, toerisme en horecasector, die te maken hebben met een aanzienlijke omzetdaling en banenverlies. Volgens Mustaja is het dus bijzonder moeilijk voor kleine en middelgrote ondernemingen om hun bedrijfsvoering in stand te houden. De negatieve effecten van deze crisis is overstijging. Deze crisis overstijgen de arbeidsmarktpolitiek en de arbeidsrechtelijke verhoudingen in ons land. De regering, werkgevers en werknemers staan volgens de minister nu voor de uitdaging hoe te voorkomen dat zo min mogelijk bedrijven in de problemen geraken, waardoor het verlies van banen zo minimaal gehouden kan worden. De arbeidsbewindsman wenst tenslotte aan de totale Surinaamse samenleving een bezinningsvolle procomandé toe.